Het was koud, bitter koud. En er lag ijs in de jachthaven vrijdagavond. Een buitenkansje voor duikteam Twente van de brandweer. Voor training redden onder het ijs voor de duikers is maar zelden gelegenheid. Vanavond heeft u een tweetal duikers in het water actief gezien. We hebben dit speciaal georganiseerd voor vanavond in verband met de weersomstandigheden. Dus wij oefenen het hele jaar door. Dat is bijna wekelijks dat wij aan het oefenen zijn. We trainen dan op een tal van verschillende scenario's. En u begrijpt, hè, het is nu het vriest, het ijs ligt er niet zo vaak. Dus als het er is, dan pakken wij de kans om een ijsduik te maken en ons op daarop voor te bereiden als we duikers zijn. Dat heeft heel wat voeten in de aarde, hè? Of laten we zeggen voeten in het ijs, hè? Want dat is niet gewoon duiken. Nee, zeker niet. Er zijn een aantal andere procedures die van kracht zijn dan als wij normaal gaan duiken. En dan moet u vooral denken aan de veiligheid van ons eigen personeel. Hoeveel duikers zijn er meestal? Met een standaard procedure, met een uitdruk zijn we met 4 mensen. Daarbij is een persoon is duikploegleider. We hebben een chauffeur en assistent die verantwoordelijk is voor het materiaal. En dat was jij dus in dit geval? Ja, in dit geval was ik dat, inderdaad. En daarnaast hebben wij dan 2 duikers, waarvan wij onderscheid maken in een reddingsduiker en een veiligheidsduiker. Want waarom? Hoezo een reddingsduiker en een veiligheidsduiker? Wij zeggen reddingsduiken, dat is echt actief de duiker die de redding doet als er een noodsituatie is. Dan hebben we een veiligheidsduiken. Stel als wij intern in onze ploeg de reddingsduiken vast komt te zitten onder het water, dan starten wij de noodprocedure, zo noemen wij dat. En dan zal de veiligheidsduiken te water gaan puur voor redding van de reddingsduiken. Ja. Hij zit dus terwijl de ene duiker aan het oefenen is in het water, hè, met een zaklantaarn, zag ik. Zaklantaarn is in dit geval zeker gewenst. En dat heeft ook te maken met als stel dat onze reddingsduiker in nood komt. Dan is de procedure dat deze duiker zijn pak vol met luchtblaas en tegen de ijsoppervlakte aan gaat liggen. Waarmee die met een zaklamp tegen de ijsvloer aanschijnt. Middels deze zaklamp kunnen wij natuurlijk hem sneller terugvinden. Een echte beperkende factor is de lucht die ze bij zich hebben. Je kunt je voorstellen bij zware arbeid. Zoals we vanavond hebben gezien, hebben we 2 duikers actief in het water gezien. Waarbij de ene heeft rustig gezwommen en de andere heeft een gat proberen te maken met zijn mes in het ijs. En je ziet doordat hij die werkzaamheden doet, veel meer lucht verbruikt. En hij heeft wel waar 10 minuten gedoken. En hij was meer dan de helft van zijn lucht kwijt. En ons duikteam, dat is een mengelmoes tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Dus wij combineren dat. Jullie zijn duikteam Twente? Ja, zeker. Wij zijn duikteam Twente. Nou heb ik me ook laten vertellen dat wanneer er een incident gemeld wordt, dat er 2 duikteams weggaan. Één duikteam gaat uit. In Twente is het nog zo gesituationeerd dat wij een duikteam hebben, een locatie Almelo en een locatie Hengelo. Maar we zijn 1 duikteam en stel dat er een alarmering komt, dan gaan beide waterongevallen voertuigen worden gealarmeerd en gaan rijden. Ja. Zodat er zekerheid is wat eventueel redding betreft. Ja, zeker. Klopt. Nou, het was spectaculair om te zien. Nou, gelukkig maar.